Hoi, vandaag heb ik een super makkelijke kerstmailwoord voor jullie. Het moeten kerstlingers voorstellen in goud met zilveren sterretjes. En ja, zoals je ziet heb ik het op mijn rechterhand gedaan. Laten we beginnen. Om te beginnen als achtergrond heb ik rood en zilver gebruikt, want rood vind ik wel echt zo'n kerstkleurtje. Het zijn deze twee lakjes, Mary Berry van China Glaze en Broken Glass Topcoat van Catrice. Kocht ik in de kruidvat en ik dacht, laat ik hem gelijk gebruiken. Verder wat acrylverf, geel, donker, geel en bruinachtig. En dan drie glitterlakjes die ongeveer hetzelfde soort van bijna dezelfde kleur hebben. In ieder geval licht en donkerder en nog donkerder. Dus gewoon, ik zal ook alle namen van de lakjes ook weer onder het filmpje neerzetten. En natuurlijk heb ik ook zilveren glittertjes gebruikt. Je kan ook kleinere echte nail art glitters gebruiken. Deze komen geloof ik ooit van een hobbywinkel. Ik heb geen idee. Ze lagen hier al zo'n 10 jaar in een laadje in ieder geval. En verder topcoat, de gebruikelijke van Essence, die ik altijd gebruik. En verder heb ik een striping kwast gebruikt. En ja, eigenlijk hele nail art is super makkelijk. Ik ben begonnen met de gemiddelde kleur acrylverf, dus van de kleuren die ik heb. Degene die niet het lichtst en niet het donkerst is. En streepjes getekend op een lijntje en daarna met de donkerste kleur hetzelfde gedaan. En vervolgens met de lichtste kleur hetzelfde gedaan. Gewoon zo'n harige slinger moet het eigenlijk voorstellen. En dan nog een beetje zorgen dat de lijn in het midden blijft, dat het echt een slinger blijft. En dan ben ik er vervolgens met de lakjes op dezelfde manier overheen gegaan. Eerst het middelste kleurtje. En toen moest ik even het lakje wegdraaien. En vervolgens het donkerste kleurtje en toen het lichte kleurtje daarna. Super snel en makkelijk om te doen. En dan heb je dit effect. En met acryl eronder merk je wel echt dat het wat... Ja, het wordt feller dan als je het acryl niet zou gebruiken. Op een pinknagel en mijn duimnagel heb ik hetzelfde volgorde aangehouden. Alleen dan met een soort van regeneffect. Glitterregen over de nagel. Zoals je ziet is dat wat minder fel gekleurd dan de andere nagels. En tenslotte heb ik mijn topcoat een paar sterretjes aangebracht. Niet te veel, want deze zijn best wel groot en ze liggen niet helemaal plat op de nagel. Dus ik wilde het wel wat handiger houden. En dan tenslotte nog een laag topcoat om te zorgen dat de boel lang heel blijft. En wees vooral voorzichtig bij het sterretje dat je er echt goed strak overheen gaat. Dat je geen bubbeltjes krijgt, want dat zou zonde zijn. En dat is dan alweer de complete nail art. Echt super makkelijk om te doen. En ook echt zo'n ding wat je lekker als last minute iets voor kerstnail art kan doen. Ik vergeet namelijk echt ieder jaar weer mijn nagels dus door mijn kerst. In ieder geval, ik hoop dat jullie het leuk vonden om te kijken. Heel erg bedankt voor het kijken zoals gewoonlijk. En tot de volgende keer. Doei!